Sinds 1831 kent Apeldoorn een markt. Als eerste was er de maandagmarkt en op het moment heeft Apeldoorn 8 dagmarkten in de week. Naast de dagelijkse levensbehoeften zoals groenten, fruit, brood, kaas en vis, kunt u op de markt ook terecht voor prachtige bloemen en planten, fleurige stoffen, onder- en bovenmode, telefoonaccessoires en noem het maar op. De Apeldoornse markten staan al jaren in de absolute top van de Nederlandse markten en is een bezoek meer dan waard. De markten in Apeldoorn zijn: maandagochtend Grote Markt, dinsdagochtend Winkelcentrum Egelantier, woensdagochtend Grote Markt en op woensdagmiddag Winkelcentrum Het Fort. Donderdagochtend Winkelcentrum Anklaar. Donderdagochtend Biologische Markt op het Leijenplein. Vrijdagochtend Winkelcentrum Schubertplein. En op zaterdag de gehele dag Grote Markt. Zo is er altijd een markt bij u in de buurt. Waarom gaat u altijd naar de markt? Ja, wij gaan elke zaterdag naar de markt. Omdat we het gezellig vinden, omdat er lekkere verse spullen te koop zijn. We halen altijd kip en onze groenten en fruit en altijd kaas op de markt. Ik ga naar de markt voor groenten en fruit en omdat het goedkoper en gezelliger is. Ik ga gewoon gezellig mee met mijn vader en de mandarijnen hier vind ik heel lekker en de druiven. En soms halen we ook wel weer stroopwafel. Om boodschapjes te doen, beetje groenten, bloemetje, nootje. Gezellig.